Ja, goedemiddag. U spreekt met Patrick Noos. Wij zouden, wij zouden graag met Linda de Mol op de foto. Komt het even gelegen? Dit zijn Henri en Patrick. Ze doen er alles aan om BN'er te worden. Bekend van tv. Wat gaan jullie vandaag doen? Wij gaan vandaag langs BN'ers, bij BN'ers aanbellen. Ja? Ja. Waarom? Omdat we willen graag met hen op de foto. Is dat ook allemaal van haar of zo? Sta gelijk in de camera. Hallo? Ja, goedemiddag. U spreekt met Patrick Noos. Wij zouden graag met Linda de Mol op de foto. Komt het even gelegen? Nou, ze is er niet. Oh, ze is er niet. Ah, dat is jammer. Dat is vervelend. Wat zou jij zoiets hebben van nou? Ik zou nou leuker vinden naar Willeke Alberti, maar wie ben ik? Ik vind Henk-Jan Smit is ook wel heel erg leuk om heen te gaan. Nens vind ik ook heel erg Nens leuk om heen te gaan. Dan kiezen we voor Nens. Die is leuk. Is goed, ja? Na 300 meter op de rotonde de eerste afslag nemen. Wij zijn op zoek naar Nens en we hadden gehoord dat hij hier op nummer 34 zou wonen. Zou dat kunnen kloppen? En wie moet er wonen? Daar moet dan Nens wonen. Nee, het zijn mij al. Niks. Hé, hey, ze zijn mevrouw tegen mij. Dat is toch wel heel erg. Maar, dat is echt heel erg. Sta niet zo stop en lachen, man. Dat is echt erg. Nou, volgens onze lijst en volgens Patrick ook zou hier Henk-Jan Smits moeten wonen. Oké. Okay. Dus leuk. We gaan een poging wagen. Zou het zijn? Ja. Oh, ik kom nou als een klein kind, weet je. Jij mag eerder. Nee. Kijk. Volgens mij zat jij de eerste. Mag ik dat even zo zeggen gelijk? Er zijn van die momenten dat je zeker weet dat je de maling wordt genomen. Ja, dat bedoel ik. Ik zei, hi, Harry. En Jan. Hoi. Hallo. Patrick Wils. Ik heb altijd zoiets van dat ik wel graag acteur wil worden. Acteur? Ja, precies. Laat ik het zo zeggen, ik vind presenteren sowieso leuk. Ik hoop er ook, ik wil er ook graag beroemd mee worden. En ik vind het sowieso ook leuk dat ze ook in de stad rondlopen met de hefje of handtekening vragen. Wat u dan ook precies heeft. Dat hele bekendheid, dat is iets heel erg raars. Dat is iets heel erg loos. Maar het is alleen leuk om in de straat bekend te zijn voor de leuke dingen die je doet. Als je bekend bent om de negatieve dingen die je doet, is dat helemaal niet leuk. Dus snap je een beetje wat ik bedoel? Ja, dus het is, maar zorg gewoon dat je heel goed wordt in datgene wat je doet. Oké, okay, hey, okay. Hartstikke top dat je ook dank. Graag gedaan. Oké. Okay. Tot ziens. Doei. 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 Is echt leuk, hè? Ja. Ik wil dat je me smeet en wil ik in de stem horen en ik wil het in je gezicht zien. Ik lieg niet.